Leerdoel: Quick Ratio. Ik zal nu een vraag op het niveau van eindbaas uitwerken voor het begrip Quick Ratio. Houtzagerij De Bezige Bever BV heeft onlangs een accountant naar de financiële gegevens van het bedrijf laten kijken. De accountant was niet heel positief over de liquiditeit van het bedrijf. Zo had de Current Ratio een waarde van 1,20 en de Quick Ratio een waarde van 0,45. Hiernaast was het kort vreemd vermogen van De Bezige Bever 2 miljoen euro. En het lang vermogen bedroeg 3 miljoen euro. Gevraagd: bereken de waarde van de voorraad van de bezige bever-BV. De waarde van de voorraad is nodig om de quick ratio te berekenen. Naast de voorraden zijn ook de vlottende activa en kort vreemd vermogen nodig. Het gegeven van het lang vermogen van de bezige bever-BV is dus overbodig bij deze berekening. Het enige verschil tussen de current en quick ratio is dat bij de quick ratio de voorraden niet worden meegenomen. De waarde van de voorraad kan dus berekend worden door deze twee formules terug te rekenen. Uit de formule van de current ratio kan als eerste stap afgeleid worden wat de waarde van de vlottende activa is. Deze is gelijk aan 1,2 maal 2 miljoen euro. Nu bekend is dat de vlottende activa 2,4 miljoen euro bedragen, kan de waarde van de voorraad worden bepaald door deze waarde in de formule van de quick ratio in te vullen. Hierdoor blijft alleen de voorraad als onbekende variabele over. De waarde van de voorraad is dan gelijk aan 2,4 miljoen euro minus 900.000 euro. De waarde van de voorraad van de bezige BVBV is dus 1,5 miljoen euro. Dit is het antwoord op deze vraag.